Ik wacht op Jonas hè, voor de inleiding. Hint. Voilà. Sorry, welkom. Welkom op deze museumtalk. Vandaag ontvangen we Tine Huyse. Tine is parasitologe hier in het museum bij de dienst Invertebraten. En in het museum in de zaal Landschappen en Biodiversiteit is er een vitrine over de impact van de mens op de verspreiding van ziektes. En dat is het thema dat Tine voor ons vandaag een beetje gaat verdiepen. Dank u wel. Dank u wel, Jonas. Inderdaad, hier zie je een... Ik ga het toch zo moeten doen, blijkbaar. Hier zie je een foto, ja, het werkt, van de vitrine met de titel Kleine beestjes, grote gevolgen. En die kleine beestjes, dat slaat dan op de parasieten, maar ook de vectoren die die parasieten gaan overbrengen. En je kan de vitrine vinden in de zone landschappen en biodiversiteit en meer bepaald hier, in het grote labyrint van onze nieuwe tentoonstelling. En deze lezing wil ik inderdaad het hebben over de impact van de mens op de verspreiding van deze parasieten. En dit aan de hand van twee casussen, twee voorbeelden, namelijk slavernij of gedwongen migratie en menselijke ingrepen in de natuur, zoals damconstructies en irrigatiekanalen. En om dan met een positieve noot te eindigen, ook nog aandacht besteden aan hoe kunnen we die steeds snellere verspreiding van parasieten proberen te voorkomen. Nu, de rode draad doorheen de lezing is dat we aan de hand van DNA-bepaling de verspreiding van de parasieten gaan reconstrueren. En de hoofdrolspeler van deze lezing is de schistosomenparasiet. En deze parasieten hebben hun naam te danken aan Theodor Bilharz. Dat is een man die deze parasiet ontdekt heeft. En toen hij door de microscoop keek, dacht hij dat het om één enkel individu ging. Vandaar de naam, schistosoma. En pas later, bij de ontwikkeling van betere microscopen, kon ze zien dat het eigenlijk twee individuen zijn. En je ziet hier aan de buitenkant het grotere mannetje dat in een speciale groeve het vrouwtje bij zich draagt. En samen gaan ze zo door het bloedvatensysteem van zoogdieren zich voortbewegen. Want daar gaat het vrouwtje zich voeden met de rode bloedcellen om zo eitjes te kunnen produceren de ganse dag door. En als die eitjes dan met de urine of de stoelgang in het water terechtkomen, gaan ze ontluiken en deze larfjes gaan op zoek naar een zoetwaterslak. En in de zoetwaterslak gaan ze zich verder ontwikkelen en vermenigvuldigen. En de larfjes die daaruit vrijkomen, dat zijn degenen die dan de mensen of andere zoogdieren kunnen infecteren. Ze gaan zich een weg boren door de huid, bewegen zich doorheen het lichaam en als ze terug in de lever aankomen, gaan ze koppeltjes vormen en zo begint de cyclus opnieuw. Nu, de ziekte treft meer dan 200 miljoen mensen wereldwijd. Symptomen... bloedarmoede, groeiachterstand, leerachterstand bij kinderen, leverfibrose, blaaskanker, maar ook onvruchtbaarheid bij jonge meisjes. Er is goede medicatie voorhanden, maar geen vaccin. Dat wil zeggen, dus altijd als de mensen opnieuw in contact komen met besmet water, gaan zij opnieuw geïnfecteerd worden. Nu, dit is een verspreiding van schistosoma mansoni, opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. En ik weet niet of het jullie ook opvalt aan deze verspreiding. Het grotendeel van de infecties zitten in Afrika, maar hier in Zuid-Amerika komen er ook besmettingen voor met schistosoma mansoni. En vanwaar die vreemde, distincte verspreiding? Wel, voor eerst is het omdat op beide continenten je de tropische slakken vindt die een noodzakelijke schakel zijn in de levenscyclus van die parasiet. Maar studies hebben aangetoond dat de parasiet een hele tijd geleden, meer dan 1 miljoen jaar geleden, ontstaan is in Afrika. nog voor het ontstaan van Homo sapiens. En ongeveer 100.000 jaar geleden is Homo sapiens uit Afrika vertrokken naar Noord-Europa, over de Beringstraat, zo naar Noord-Amerika, en zou omstreeks 12.000, 13.000 jaar geleden Zuid-Amerika bereikt hebben. Nu, als hij daartoe kwam, zal dat geweest zijn zonder parasieten, want in de noordelijke hemisfeer heb je die tropische slakkensoorten niet. Dus hoe is deze parasiet dan toch in Zuid-Amerika terechtgekomen? En een van de belangrijkste hypotheses is dat de parasiet een shortcut genomen heeft en met de slavenhandel, die 500 jaar geleden gestart is, op dit continent geraakt is. Vanaf 1500 werden er namelijk miljoenen Afrikaanse slaven op schepen gezet, initieel vanuit de Senegambia, later ook van de goudkust van Benin. Die schepen gingen vooral richting Brazilië, Zuid-Amerika, maar ook Midden-Amerika en in mindere mate naar Noord-Amerika. En Darwin was een van de gekende tegenstanders van de slavernij. Zijn twee grootvaders, Wedgwood en Darwin, zaten mee aan de basis van de wet die slavernij illegaal maakte in Engeland in 1833. Nu, hoe kunnen we dan zeker zijn dat dit de juiste hypothese is? Want hoe weten we dat voordat de Europeanen eerst voet aan wal zetten in Zuid-Amerika, dat die parasiet niet al aanwezig was in Zuid-Amerika? En dan komen we in het domein van de archeoparasitologie. Hier zie je een foto van een mummie. Een mummie die gedateerd is op 3000 jaar voor Christus. En in deze mummie vonden ze eitjes in bijvoorbeeld gefossiliseerd stoelgangmateriaal. Maar ook in het gedroogde bloed konden ze antigenen van de parasiet schistosoma terugvinden. En tot nu toe hebben ze dat nog nooit kunnen terugvinden in pre-Columbiaanse archeologische vondsten. Nu, er zijn maar heel weinig van die vondsten, dus zo'n waterdicht bewijs is dat niet. En het beste bewijs om een nauwe verwantschap tussen de parasieten van Zuid-Amerika en Afrika aan te tonen, is met behulp van DNA-onderzoek. En dat is wat we dan ook gedaan hebben. Nu, we kunnen niet de volwassen wormen gaan analyseren, want die zitten in het bloedvatensysteem van de mens. Maar wat we wel kunnen doen, is de eitjes verzamelen en de larven uit de slakken. Daarvoor moeten we dus in de dorpen hier in Senegal, hebben we stoelgang en urinestalen verzameld, daaruit de eitjes geïsoleerd. We hebben in Brazilië slakken verzameld en daar hebben we dan de... Ik denk dat die batterij eigenlijk plat is. Dus uit de slakken hebben we dan de parasietenlarven ook geïsoleerd. En die hebben we dan individueel genetisch gekarakteriseerd. Dus voor elk van die parasieten hebben we dan een kort fragment bepaald. En je ziet hier, dit zijn allemaal individuele parasieten. En dat is de sequentiebepaling. En aan de hand van die verschillen in de bazenparen kunnen we een stamboom opstellen om die verwantschap tussen die parasieten te bekijken. En dit is zo'n stamboom. En je kan bijvoorbeeld de parasieten die we geïsoleerd hebben uit Brazilië hier in het paars zien, die mooi samenclusteren. En de parasieten die we verzameld hebben in Senegal clusteren daar in het oranje-geel. Nu, je ziet dat die twee ook samen clusteren, dus een nauwe verwantschap hebben. Want bijvoorbeeld de parasieten uit Senegal zijn nauwer verwant met deze uit Brazilië dan dat ze verwant zijn met parasieten uit Tanzania of Egypte. Dus dat is al een eerste aanwijzing dat ze inderdaad heel nauw verwant zijn, ondanks de enorme afstand tussen de twee continenten. Dit is een ander voorbeeld, dat is ook een stamboom, maar een andere representatie. En hier zijn er gewoon meer parasieten toegevoegd uit Oost-Afrika. Nu, opnieuw kan je hier zien, daar clusteren alle parasieten van Zuid-Amerika en Senegal, dus West-Afrika, ook weer samen in een hele kleine, nauw verwante groep. Maar wat je ook kan zien is dat je ziet heel veel blauwe clusters. Dat wil dus zeggen dat er veel meer genetische variatie is in Oost-Afrika dan in West-Afrika en zeker veel meer variatie dan in Brazilië. En hoe zou dit komen en wat wil dat eigenlijk ook zeggen? Dus bij de overtocht van de slaven over de Atlantische Oceaan, dat was onder erbarmelijke omstandigheden. Dus heel veel slaven lieten het leven, eigenlijk nog voordat ze op het schip geraakten. En daardoor ook veel parasieten die afsterven. En ze noemen dat in de populatiegenetica noemen ze dat een flessenhalseffect. Dus de populatie moet door een flessenhals en maar een aantal gaan het overleven. En die hebben zich dan verder verspreid. De slaven moesten onder andere werken in de plantages, in suikerrietplantages. En dat zijn ideale gebieden voor de slakken om zich voor te planten. Dus op die manier ging de verspreiding steeds verder over het Zuid-Amerikaanse continent. Dus als je al die gegevens samenneemt, dan zie je dat we een bewijs hebben voor het ontstaan van de parasiet in Oost-Afrika, want daar is de genetische diversiteit het hoogste. Dat hebben we gezien aan de stamboom. En van daaruit heeft die parasiet zich verder verspreid naar Midden- en Centraal- en West-Afrika. En tenslotte pas zeer recent naar Zuid-Amerika tijdens de transatlantische slavenhandel. Nu, diezelfde techniek met DNA-bepaling en stamboomanalyse hebben we gebruikt om een recenter fenomeen in kaart te brengen, namelijk de introductie van deze ziekte op het eiland Corsica in 2013. En daar hebben we ook kunnen aantonen met de stamboomanalyse dat die parasieten afkomstig waren uit Senegal. En Senegal en Frankrijk hebben natuurlijk die historische connectie door kolonisatie. En je hebt nog heel veel migratie tussen beide landen, onder andere onder vorm van toerisme. Dus tot op de dag van vandaag is er eigenlijk transmissie ook in Corsica op een veel lagere schaal. Maar het is heel moeilijk om die besmetting daar echt helemaal terug weg te krijgen. Nu over naar onze tweede casus. Dit is een foto van de Diamadam op de Senegalrivier. We hebben hier heel veel gewerkt. Die dam is gezet begin jaren 80 om de instroom van zeewater tegen te gaan. Op die manier konden ze het water gebruiken voor landbouw en ook suikerrietplantages in dit geval. Maar dit heeft geleid tot een van de grootste epidemies van bilharzia wereldwijd. En dit is niet het enige voorbeeld, helaas. Ook in het Kariba-meer dat je hier ziet. En het Kariba-meer is het grootste kunstmatige meer van de wereld. Ligt op de grens tussen Zimbabwe en Zambia. En dat is eigenlijk opgericht of de bouw is begonnen tijdens de koloniale periode om de kopermijnen van elektriciteit te voorzien. Nu, door de creatie van zo'n groot meer, meer dan 57.000 mensen zijn hiervoor moeten verhuizen, want die vallei kwam onder water. En nu heb je plots permanente waterlichamen, dus plaatsen waar dat, de slakken en de muggen kunnen gaan broeden. En ook, je hebt heel veel ondiepe poelen, zoals dat je hier ziet. En ook in Kariba, na de voltrekking van de dam, was er een enorme toename in het aantal malaria-besmettingen en bilharzia-besmettingen. En een recente studie heeft berekend dat meer dan 1 miljoen van de jaarlijkse malaria-besmettingen rechtstreeks gelinkt zijn aan dammen. En dat is wel ontstellend nieuws natuurlijk, als je bedenkt dat in Afrika alleen al meer dan 2000 van die grote damprojecten zijn. Dus bestaande dammen, dat is in het blauw hier aangeduid. En momenteel zijn er meer dan 200 in de maak. Nu, wat kunnen we hieraan doen? Op deze grafiek kan je zien, in het rood-roos heb je het aantal malaria-besmettingen in de y-as. En op de x-as zie je de helling van uw reservoir. Dus bijvoorbeeld hier zie je, als je een steile helling hebt van je waterreservoir, dit is een helling meer dan 10%, dan ga je veel minder tijdelijke poelen hebben en is het aantal malaria-besmettingen beduidend lager. Als je een heel ondiep reservoir hebt, kan je heel veel tijdelijke poelen vormen En dat is ideaal voor de slakken en de muggen. En dan heb je dus ook veel meer malaria-besmettingen. Dus een van de aanbevelingen dat ze nu doen bij de bouw van nieuwe dammen is veel steilere oevers gaan aanmaken. Maar ook bestaande dammen kunnen ze grachten graven om tijdelijke poelen te voorkomen. En ook in het droogseizoen dat ze het waterniveau veel sneller laten stijgen, zodat er geen tijdelijke poelen ontstaan. Dat hebben ze voor het Karibameer ook gedaan. Het waterpeil is enorm gezakt en daarmee ook het aantal malaria-besmettingen en bilharzia-besmettingen. Nu, wij wilden teruggaan zoveel jaar later om na te gaan of er nog steeds die slakken te vinden zijn en nog steeds bilharzia-parasieten. Dus we zijn samen met onze collega's van de Universiteit van Zimbabwe en hier masterstudent Kudzai maandelijks, een jaar lang, op 16 plekken in het Karibameer gaan zoeken naar slakkenpopulaties. En wat je hier ziet is de waterhyacint. En dat is een exoot, zoals ze zeggen, want die komt namelijk uit Zuid-Amerika. Die is geïntroduceerd met aquariumhandel, dat is een decoratieve plant. Maar die heeft zich heel snel verspreid over heel Afrika. En dat is omdat dat een klonale plant is, die kan zich ongeslachtelijk voortplanten. Dus die kan zich heel snel van die grote vegetatiematten gaan vormen die al het zonlicht blokkeren, waardoor dat er geen zuurstof is in het water en de vissen afsterven. Maar bovendien creëert het het ideale habitat voor zoetwaterslakken. Want het geeft voedsel en het geeft ook nog eens bescherming van de hete zon. En als er bestrijdingsprogramma's zijn, namelijk met mollusciciden om de slakken weg te krijgen, dan is dit ook een ideale haven voor slakken. En effectief, tussen die planten vonden wij enorme populaties van deze slakkensoort. Ongeveer zo groot in het echt. En dit is een soort die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt. Dus dit is ook een exoot of een invasieve soort. En die is ook met de aquariumhandel meegereisd. Want de eitjes van deze slak hechten zich aan planten, aan aquariumplanten die zo verscheept worden. Nu, wij wilden nagaan, opnieuw met DNA-technieken, één om de soortbepaling van de slak inderdaad te confirmeren, maar ook nagaan of dat deze slak een drager is van parasieten. Dus of we parasiet-DNA konden vinden. En inderdaad, in meer dan 80% van de slakken vonden we het DNA van een tot nu toe onbekende parasiet. We hebben ook weer een stamboom opgesteld. En dit is een parasiet die we vinden in die slakken. En je ziet dat die heel nauw verwant is met de leverbot die we vinden bij mensen. En de leverbot die ook bij runderen voor enorme sterfte bij veehouders, enfin bij de koeien, verminderde melkproductie enzovoort. Dus ook een heel belangrijke zoonose die zowel mensen als dieren dus kunnen besmetten. Dus wat we eigenlijk hier zien is een kettingreactie of een watervaleffect van verschillende opeenvolgende invasies. Dus het begon met de waterhyacint die als eerste geïntroduceerd is. Dit bleek een ideaal habitat voor de invasieve slakkensoort uit Noord-Amerika, die zich dankzij die plant enorm kon voortplanten en uitbreiden. En die op zijn beurt bleek een ideale gastheer te zijn voor deze parasietensoort. Dus invasieve soorten werken de verspreiding van infectieziektes in de hand. En dat is niet toevallig in kunstmatige meren, want dit zijn nog heel jonge, onstabiele ecosystemen die extra vatbaar zijn voor de introductie van invasieve soorten. Je kan het zien als een nieuw appartementsgebouw waarvan vele kamers nog leeg zijn. Dus eigenlijk kregen die invasieve soorten vrij spel om het ecosysteem helemaal in te palmen. Nu, we wilden nog steeds weten wie dan eigenlijk het slachtoffer was van die parasiet. En daarom ging doctoraatstudent Ruben Scholz het jaar daarop terug naar Zimbabwe en samen met onze collega's van de Universiteit van Zimbabwe hadden ze het voorrecht, afhankelijk van hoe je het bekijkt, om de dissectie van een nijlpaard bij te wonen. Dus een paar keer per jaar worden er nijlpaarden afgeslacht om die populatie in toom te houden. In het Karibameer vindt u nog enorm grote nijlpaardpopulaties. En wat bleek, als de lever werd opengesneden, vond hij meteen een leverbod. Hij vond ook nog andere parasieten in de maag. We hebben die allemaal genetisch bekeken. En wat bleek, dat de DNA-sequentie van die leverbod in de nijlpaard identiek was aan de DNA-sequentie van het parasietenmateriaal in de slak. Dus op die manier was de cirkel rond. We hebben naast een publicatie in een wetenschappelijk artikel dit ook gepubliceerd in een internationaal tijdschrift voor kinderen. Dus het is beschikbaar in het Nederlands, in het Frans en in het Engels. En dat wordt dan als lesmateriaal aangeboden aan scholen. En het artikel eindigt dan ook met een aantal concrete tips. Gooi je huisdieren, je tropische aquariumdieren, niet buiten in de natuur als je ze beu bent, want het kan nog tot heel wat lijden, zoals we gezien hebben. Nu, dit is ook een mooie overgang dan naar het laatste deel van deze lezing. Hoe kunnen we dit voorkomen? Hoe kunnen we het een halt toeroepen, die verdere verspreiding van parasieten? En wetenschapscommunicatie is een eerste stap. Wetenschappers gaan eerst publiceren in wetenschappelijke tijdschriften, maar het bereik is beperkt. Je gaat als collega's elkaar inlichten, maar veel verder geraakt dat niet. Wat we soms ook doen, is... Dus dit is een voorbeeld van een wetenschappelijk tijdschrift. Maar soms gaan we ook een persbericht uitsturen. Dus samen met de hulp van Jonas en Eline proberen we dan een aantrekkelijk tekstje te schrijven en zenden we dat uit. En als we geluk hebben, wordt het opgepikt door media. In dit geval door de KNAK. Maar helaas heb je dan niet alles onder controle. De titel vermeldt niets van de slak, enkel van de tijgermug. Dus wat je dan nog kan doen, is zelf de pen nemen en een artikel schrijven voor EOS, dat ook wetenschap wil populariseren. Maar nog steeds, het bereik is beperkt en vooral het bereikt niet de mensen die dagelijks in contact komen met die ziektes. Dus daarom willen we een stap verder gaan. En hier zie je in een lopend project onze Zuid-Afrikaanse masterstudent Chandre, die de omwoners van die stuwmeren, die kunstmatige meren, gaat informeren over die ziektes overgedragen door slakken. En ook gaat peilen naar de kennis, samen met de studenten Kudzai en Aspire, die op dat moment juist slakken aan het vangen zijn op de achtergrond. En hier zien we een koe die misschien ook besmet is. We verzamelen ook toegangstalen van de dieren die daar rondlopen. Dus we willen nog een stap verder gaan. En samen met Liesbeth Gijzel en Inne van Hooijwegen hebben we dus een boek geschreven over burgerwetenschap. Dus hoe je burgers kan betrekken in het wetenschappelijk onderzoek. Je kan ze bijvoorbeeld vragen om mee fijn stof te meten of stikstofdioxide voor de deur in hun straat, om zo een beter zicht te krijgen van bijvoorbeeld luchtvervuiling. Je kan ze uitnodigen om oude geschiedkundige documenten transcriberen voor historisch onderzoek. Maar het is een manier om zowel effectief te communiceren over wetenschap als ook mensen bewust te maken van een bepaalde problematiek. En dit boek gaat vooral over onderwerpen in Vlaanderen en in Nederland. En in Afrika zijn er nog heel weinig van die projecten. En er is één succesvol project dat een paar jaar geleden gestart is door onze collega's van aardwetenschappen. En Olivier zit hier, zie ik. En dat was samen met de VUB en de KU Leuven, waar dat ze mensen een smartphone gaven om landslides, om aardverschuivingen in kaart te brengen en andere natuurlijke risico's. En wat dat tot nu toe al heeft opgeleverd, is een enorme toename van die rapporteringen, dankzij het feit dat de burgers betrokken worden. Zij zijn veel sneller te plaatsen, zij hebben veel meer kennis en bronnen van deze gebeurtenissen. En zo kan je dus ook risicokaarten gaan opstellen. En dit inspireerde ons voor het project dat gesponsord is door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en hier door het museum wordt gecoördineerd. Een 5-jarig project, ATRAP, Action Towards Reducing Aquatic Parasitic Organisms, in het voluit. En het is samen met collega's van de Universiteit van Mbarara in Oeganda, met de Universiteit van Kinshasa, het INRB in Kinshasa. En de bedoeling... Ja, ik heb hier ook een foto toegevoegd als bewijs. Dus het is hier de medewerkers van het ATRAP en Harissa-project in Oeganda. En hier is een foto van de launch van het project in Kinshasa dat plaatsvond in november vorig jaar. En de bedoeling van het project is ja, tweeërlei, als ze dat zo zeggen. Burgers betrekken in het in kaart brengen van de slakkenverspreiding. Dus zij gaan mee data verzamelen over het voorkomen van slakken, zodat de risicogebieden in kaart kunnen gebracht worden en de overheid gericht daar controlemaatregelen kunnen doen. En doordat er veel mensen op veel plekken tegelijkertijd en heel regelmatig data gaan verzamelen, gaan we een veel beter beeld hebben van het huidige infectierisico. Die slakken worden trouwens ook dan met diezelfde DNA-technieken getest op infectie met de parasiet. Maar tegelijkertijd gaan die mensen een actieve rol opnemen in hun gemeenschap door te communiceren over bilharzia, over leverbot, wat dat de symptomen zijn, hoe dat je het kunt voorkomen. Dus echt werken aan gezondheidseducatie, zodat er ingezet kan worden op preventie. En ik denk, ja, we zijn hier bijvoorbeeld, is een foto, want we doen dit natuurlijk niet alleen. Wat we gedaan hebben in Oeganda en in Congo, is eerst allemaal mensen uitnodigen van relevante NGO's, zoals het Rode Kruis, Join for Water, maar ook van vrouwenbewegingen, uit de gezondheidszorg, van de overheid, om samen te zitten, om na te denken, wat is de meest effectieve en duurzame manier om mensen te betrekken? En wat zijn de do's, wat zijn de don'ts? En zo hebben we van hier onder tafel gesprekken gehad en is elke groep ook afgekomen met heel concrete voorstellen. En dit nemen wij verder mee om dat dan te gaan aanpassen in wanneer dat we echt werkelijk gaan beginnen met het uitkiezen van de mensen die ons gaan helpen in dit project. De resultaten kan je vinden op een website. Hier worden alle projecten die momenteel bezig zijn in Oeganda. Dat is dan ook het Harissa-project van het museum, Desire, ook van KU Leuven en de VUB, worden daar gegroepeerd. En heel recent, gisteren, stuurde Lies Jacobs het eerste kaartje door met de data van onze preliminaire studie van slakken in het gebied. We zitten hier in Oeganda, dit is het Albertmeer. En in het rood zie je waar je al slakken hebben gevonden. Dit is gewoon door doctoraatstudenten gedaan. Maar dus zo zou het er dan ongeveer uitzien. Dat was het tot nu toe. Ja, als er vragen zijn, laat maar weten. En ook schaamteloze reclame. Ik heb hier een paar exemplaren mee van het boek, €22. En laat maar weten wat er onduidelijk was.